tweeën zo dadelijk voor lief. En daar het kenmerkende geluid van de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums. Als onderdeel van dit cluster 2, waar, als ik het goed zie in de verte, afvaardiging van de Royal British Legion, hier met 75 meelopende representanten vertegenwoordigt. Maar ook de Koninklijke Nationale Nationaal Verbond van de Oudstrijders, Brigade Piron, de Fédération Royale Nationale des Anciens Combattants de la Brigade Piron. 2200 gevluchte Belgische en Luxemburgse militairen die ontscheept werden in Normandië. In Brigade Piron is een bijzonder verhaal, want het bestaat voornamelijk uit Belgen en Luxemburgers. En dat viel eigenlijk onder de Engelsen. Ze zijn opgeleid in Engeland, hebben met de Engelsen meegenomen. Die Belgen, toen ze de stranden aankwamen op de stranden van Normandië, trokken ze via Frankrijk omhoog naar België. En toen ze in België waren, toen mochten ze even een paar dagen pauze nemen om even bij te komen van het strijdgeweld. En daarna moesten ze allemaal weer onder de wapenen en door naar Nederland, want er stond nog een klus te wachten. Met zoals gezegd, Brigade Piron, ofwel Belgische 1e Infanteriebrigade.